is hij met Pieter-Jan Posma. 5 minuten voor de start van de medal race in de Finn-klasse. Hij staat op een 5e positie nu. En dat was het 4 minuten signaal. Hij kan zichzelf nog op het podium zeilen. Daarvoor zal hij wel behoorlijk zijn best moeten doen. Hij had net overleg met zijn Franse sparringpartner die zich niet geplaatst heeft voor deze medal race. En hebben ze de wind en de windrichting en de winddraaiingen doorgenomen. Je ziet hem turen naar het water. Kijken wat zijn strategie moet worden voor het eerste kruisrak. Kijken naar de start. Je ziet, ze zoeken allemaal hun plek nu. Er wordt afgeteld naar de start. Er zal een aantal seconden gaan nog. En dan zijn we weg in de medal race van de Finn. De tweede schot betekent dat 1 iemand te vroeg was. Waarschijnlijk de Australiër. Anthony Noxester. Daar zien we Posma. Gelukkig is de wind iets toegenomen voor deze medal race. In vergelijking met de dames 74 is het een stuk eenvoudiger zeilen. Pieter-Jan zit er eigenlijk goed bij. Die ligt goed vrij. Hij ziet er qua snelheid ook goed uit. En hij kan zijn eigen plan maken ten opzichte van anderen. We zijn bij de bovenboei in de medal race van de Finn-klasse. Doreen, wat zie jij gebeuren hier? Ik zie de Australiër aan de leiding. Volgens mij was die te vroeg. Ja, die moet er nu uit. Australië wordt nu aangeroepen door de juryboot hier. En ze geven aan dat hij... Ze wijzen ook naar hem, hij heeft het begrepen. Hij wordt nu uit de race gehaald. Dat is natuurlijk heel zuur, want hij ligt eerste. Maar ja, hij ligt ook eerst omdat je te vroeg gestart bent, denk ik dan maar. Ja, nou ja, uiteindelijk heeft hij het wel even dat eerste kruisrak gewonnen. Maar inderdaad, hij had vrije wind doordat hij ook te vroeg was gestart. Canada gaat dus als eerste om de boei officieel. Groot-Brittannië als tweede. Die ligt derde in het klassement op dit moment. Zweden gaat als derde. Pieter-Jan ligt er nog wel redelijk bij, maar is toch... Zesde plaats, ja. Het is toch wel een gaatje met de eerste drie. Ja, het is wat Posma hier... ik weet niet helemaal wat er gebeurd is. Het is niet de ideale start geweest, denk ik. Maar op een zesde plek is dat niet dramatisch. En voor de wind heeft hij een geheim wapen. Dat is namelijk zijn snelheid. Ik hoop dat dit keer ook gaat werken. We zitten bij de onderboei. Kasper Vincek, de Kroaat, aan de leiding. En dan... Pieter-Jan Posma op een 5e plaats. Bijna gelijktijdig gaat hij rond de boei met de Sloveen. Pieter-Jan Posma en de Zweed Daniel Bierkmark vechten hier om de eerste plek bij de bovenboei in de medal race in de Finn-klasse. Posma heeft een waanzinnig goed tweede kruisdak gevaren en zich daarmee helemaal naar voren gevaren. Ziet, hij gaat hier als eerste rond de boei straks. Hij heeft het echt super gedaan. Hij heeft heel controlerend gevaar en de goede klapjes, goede windvlagen en draaiingen meegepakt. Hij heeft waanzinnig veel boten ingehaald. Hij lag 5 beneden net, 5-6 ongeveer. En hij ligt gewoon vet 1. Vorig jaar won hij hier ook de medal race. En toen werd hij 7e. Kijk, handje gaat omhoog. En daar is hij toch wel blij mee. Dat is ook een lekker gevoel, denk ik, om zo je serie af te sluiten. Pieter-Jan, tevreden? Vandaag zeker. Ja, een mooie wedstrijd. Medal race, dus spannend. En dat vind ik extra mooi. En ik had geen goede start. Ik had de verkeerde kruisrak, eerste kruisrak. En dan toch de wedstrijd weer winnen is masterlijk. Ja, want je lag 5e boven. Ja, en het was een behoorlijk gat. Dus blij. De tweede kruisrak was super. 5 plaatsen ingehaald. Ja, ik zag een dikke shift aankomen aan links en pressure, dus de rain en cashje. Ja. Het waren moeilijke omstandigheden vandaag. Ja, koppen bijhouden. Maar als het moeilijk wordt, ja, dan is het een extra uitdaging en vind ik extra mooi en dan lukt het meest leuk. Lekker gevoel naar huis straks? Ja, heerlijk. Ja. EK volgende week, dus goede voorbereiding en eerst even hiervan genieten. En top, dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, top. Hoi.